voor het toepassen van het voorzorgsbeginsel is inherent politiek. En dat is ons werk. En het is ons werk om zieken te voorkomen, om kinderen te beschermen, om mensen die omwonen te beschermen, om boeren en tuinders te beschermen, zeg ik ook tegen het CDA. Het is ook uw achterban. Uw achterban is niet immuun voor deze ziekte. Er zijn CDA-leden die ook deze ziekte hebben. Dus wees alstublieft, probeer hier ook er mee te gaan dat we hier een taak hebben om dat te vertalen in een politiek besluit. En het is niet niks waar het hier om gaat, want het is een rotziekte, voorzitter. De heer Van Kampen, VVD. Ja, voorzitter, voordat ik mijn interruptie begin, ik wil eigenlijk het ongemak uitspreken wat hier wordt. Het is niet mijn interruptie, maar wiens achterban wel of niet vatbaar is voor deze afschuwelijke ziekte. Ik denk dat alle leden van deze commissie het met elkaar eens zijn dat dit een afschuwelijke ziekte is en dat niemand dat gegund wordt. En dat de toepassing van welke werkzame stoffen in de landbouw dan ook moet worden teruggedrongen of worden verboden op het moment dat daadwerkelijk aantoonbare schadelijke effecten heeft op de gezondheid. Ik denk dat iedereen daarover eens is en ik maak er echt bezwaar tegen dat er op deze manier wordt gesproken over mensen.